Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben personal trainer. En normaal gesproken maak ik video's over gezond leven. Ik zou het natuurlijk super leuk vinden als je je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat kan heel makkelijk hieronder. Ik krijg heel vaak verzoekjes van jullie voor video's, voor leuke video's. En die verzoekjes, daar heb ik dan heel veel zin in om daar iets mee te doen. Want ik vind het zo leuk om te horen wat jullie willen zien. Er is alleen één verzoekje waar ik elke keer weer tegenop keek. En dat gaan we vandaag doen. Ik ga vandaag echt compleet uit mijn comfortzone. Ik krijg namelijk altijd de vraag van Marloes, wil je je make-up routine laten zien? En dat is iets, jongens, ja, ik draag make-up. Ik heb vroeger redelijk veel beauty video's gekeken van beauty YouTubers. Daardoor weet ik een klein beetje hoe of wat, maar ik ben in no way een expert. Ik doe maar wat. Aan de andere kant dacht ik van waarschijnlijk meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen doet maar wat. En is het natuurlijk leuk om iemand dus te zien stuntelen met zijn of haar make-up en iemand foutjes zien te maken. En waarom ben ik dan niet degene die dat gewoon laat zien? Dus ik ga je vandaag mijn hele onprofessionele make-up routine laten zien. Ik ga heel eerlijk met je zijn wat ik allemaal aan make-up opdoe. Misschien denk je al wat veel, misschien denk je al wat weinig, misschien denk je je doet het niet goed. Tips zijn altijd hieronder welkom, want ik heb dus eigenlijk gewoon geen enkel idee wat ik doe. Nou ja, wel een klein beetje. Ik heb een klein beetje een idee wat ik doe. Ik ga geen verdere disclaimers geven, we gaan gewoon beginnen. Dit is mijn huid zonder enkele make-up. Het enige wat ik op heb is dagcreme. Ik heb dagcreme opgedaan. Ik heb altijd de gewone basis vocht inbrengende crème van de Hema. En ik heb lippenbalsem op. Dat is een hele, ja, simpele lippenbalsem. Het is er helemaal afgesleten waarvan die is. Volgens mij is die van de Kruidvat, maar dat weet ik niet zeker. Simpele lippenbalsem heb ik op. Verder nog helemaal niks. Waar ik meestal mee begin, ik kijk dan even onder mijn ogen, zeg maar, of het nodig is, is met concealer. Ik moet er even bij zeggen, ik ben best wel gezegend met een mooie huid. Ik heb niet vaak heel erge oneffenheden. Het is soms een klein beetje rood op bepaalde plekjes, maar verder valt het heel erg mee. Ik denk ook echter dat het komt doordat ik gewoon gezond leef, dat ik veel drink, dat dat er echt mee te maken heeft, dat mijn huid gewoon gezond is. Maar goed, ik kijk dus even. Eigenlijk vind ik concealer vandaag helemaal niet nodig. Soms heb je een beetje donkere kringen onder je ogen, dan doe ik het. Je kan er plekjes mee bedekken, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik heb hier de concealer, de Catrice Retouch Light Reflecting Concealer. Ik ben net een beauty guru. Daar kun je aan draaien, zeg maar. Dan komt er een beetje product. Die smeer ik dan onder mijn ogen. Ik heb hier ook een spiegel staan, dus als ik niet in de camera kijk, dan kijk ik in de spiegel. En dat leek me leuker dan constant naar het schermpje daarboven kijken. Die smeer ik dan onder mijn ogen en die blend ik uit met een beauty blender. Dit is een hele neppe beauty blender van de Primark. Daar ga ik dan gewoon een beetje zo mee op. Soms doe ik het ook een beetje langs mijn neus, zo naar beneden blenden. Omdat langs mijn neus hier wordt het vaak rood. Dat vind ik niet zo mooi. Dus dan doe ik daar een klein beetje concealer. Ik dab het dan ook een klein beetje over mijn ogen. Waarom doe je dat? Geen idee. Zoals ik al zei, ik doe maar wat. Zo, dat was de concealer. Nu is het tijd voor de foundation. Ik draag eigenlijk bijna iedere dag foundation. Dan zal je zeggen, maar Marloes, dat is toch helemaal niet nodig? Nee, I know. Maar ik voel me er goed bij. Ik vind het best wel mooi. Bovendien heeft mijn foundation een SPF. Zorg ik dat er altijd in zit. Dus een sun protection factor. Dat vind ik gewoon fijn. Ik heb momenteel een echt veel te luxe foundation van Guerlain. Het is de Guerlain Lingerie de Peau in tint. Welke tint is het? 03N. Dit is een foundation, volgens mij was die 57 euro, maar ik heb hem gekocht, ik had een heel goed excuus jongens, nu komt ie. Ik ga binnenkort trouwen, 8 juni ga ik trouwen en daarvoor wilde ik natuurlijk een hele mooie foundation hebben. Hij heeft SPF 20, dus niet een te hoge SPF, want dat schijn je te zien op foto's of zo. Maar ik ben wel bang dat ik een beetje verslaafd ga raken. Eerder had ik altijd foundations van Catrice of zo, of ik heb ook wel eens de L'Oreal True Match volgens mij gehad, die vond ik ook allemaal super fijn, maar je merkt toch echt wel dat die beter is. Dus ik ben echt bang dat ik verslaafd raak en dat ik elke keer 57 euro moet gaan uitgeven aan een foundation. Ik doe, volgens mij denk ik, altijd echt een mini beetje. Hier zie je het op mijn hand zitten. Ik vind het echt niet veel. Ik weet geen idee hoeveel anderen er altijd op doen. Maar ik vind dit niet zo heel erg veel. Dat ga ik ook weer. Ik doe dan mijn beauty blender op de foundation en dan doe ik het eerst een beetje op mijn huid verdelen. Geen idee of dat zo moet, maar ik doe het altijd zo. Dus ik doe een beetje op mijn wang, een beetje op mijn voorhoofd, een beetje op mijn kin. En dan werk ik het richting mijn neus
toe. Ik merk als ik het direct op mijn neus aanbreng, dat het dan echt zo in die poriën gaat zitten. En dat je het dan veel beter ziet zitten. Dus op deze manier vind ik het fijn. En dan ga ik echt zo deppen. Om het soort van in mijn huid te duwen. Oh, en trouwens, zo'n beauty blender maak ik altijd even vochtig. Volgens mij moet dat ook. Geen idee precies. Maar ik maak het vochtig. En ik dep het dan uit naar de buitenkant en naar de binnenkant. En ook een beetje richting mijn haargrens. En richting mijn kaak. De foundation zit erop. Ik hoop dat het de goede kleur is. De echte beauty gurus zullen dat zien. Maar als het niet de goede kleur is, dan geef ik het meisje bij de Douglas de schuld. Want die heeft me geadviseerd. Ik heb niet echt een idee. Ik vind dat altijd zo moeilijk. Goed, dan gaan we verder met contouren. En dit is iets wat ik niet iedere dag doe, maar wel heel vaak. Ik denk dat ik het meer dagen wel doe dan niet doe. Wat ik contour is zeg maar hier. Dus als je zo doet, dan krijg je hier zo'n lijn, zeg maar. Daar doe ik een beetje donker poeder. En meestal vaag ik het een beetje uit naar boven. Dat het halverwege mijn voorhoofd ook komt. Ik heb deze keer gewoon een contour powder van Ethos. Ethos huismerk. Ze hebben er volgens mij maar één. Oh nee, er staat hier light medium. Dus die heb ik. Daar doe ik een heel klein beetje van op mijn borsteltje. Het borsteltje is trouwens gewoon van Catrice. Heel simpel. Sorry jongens, het wordt niet beter dan dit. Dan doe ik altijd zo. En dan doe ik daar, zeg maar, een contourpoeder. Het lijkt in het begin altijd heel erg donker. Maar als je dat heel goed uitblendt, dan valt dat best wel mee. En dat doe ik natuurlijk ook aan de andere kant. Volgens mij is het trouwens beter om eerst je foundation ook af te poederen met een losse poeder. Zodat die beter blijft zitten. Maar dat doe ik nooit. Dus ik ga nu ook niet doen alsof ik dat doe. Want dat doe ik niet. De volgende is de blush. En deze keer heb ik gewoon een Ethos blush in de kleur Wild Sunset. Ik heb heel veel verschillende blushes gehad. Meestal gewoon budgetmerken. Zoals je merkt heb ik heel veel budget make-up. En die vind ik eigenlijk gewoon altijd prima. Maar ik heb ook wel eens een keer bijvoorbeeld van Sleek heb je Rose Gold. Dat vind ik ook een hele mooie blush. Blush doe ik trouwens met hetzelfde kwastje. Meestal wijp ik hem een beetje af. Wipe ik hem een beetje af? Ja hoor, tuurlijk. Ik moet maar geen beauty guru worden. Op mijn arm. En dan doe ik gewoon met dezelfde kwast. Doe ik een beetje blush op. En die doe ik echt, zeg maar, hier. Boven de contour. Dus dan kun je ook weer even zo doen. En dan doe ik hem op het hogere gedeelte. Of het daar moet, geen idee. Maar ik doe het zo. Zo, ik hou niet van die hele felroze wangen. Misschien denk jij van, ik vind dit wel felroze, maar ik vind het niet heel felroze. Dus ik doe gewoon een heel klein beetje en dat vind ik het mooiste. Ik wil het een beetje natuurlijk houden. Dan mijn wenkbrauwen. Die heb ik laatst voor het eerst laten verven. En tot mijn hele grote verbazing vind ik ze eigenlijk gewoon best wel goed nu ze geverfd zijn. Ik gebruikte eerst altijd deze eyebrow brow pencil van de HEMA in kleur 10. Die vind ik perfect voor mijn kleur en past ook een beetje bij mijn haar. En nu vind ik het voldoende om alleen wat wenkbrauwgel in te doen, zodat ze goed op hun plek blijven zitten. Ik heb wenkbrauwgel ook van de HEMA, die veel te vies is. Ik vind wenkbrauwgel altijd een beetje viezig. Dat wordt zo viezig van het kleurtje wat je er dan in hebt. Maar dan doe ik gewoon een beetje wenkbrauwgel in mijn wenkbrauwen, zodat ze goed blijven zitten. Ik heb echt van die beetje borstelachtige wenkbrauwen die alle kanten op vliegen. En zo houd ik ze een beetje in toon. Als ik dan in een hele goede bui ben, dan doe ik ook nog een beetje highlighter op. Dat doe ik ook niet elke dag. Ik vergeet het ook wel eens. Ik heb hier een doosje van Catrice die echt bijna op is. En het dekseltje vliegt eraf. En nou ja, het ziet er niet uit. Maar in ieder geval, een highlighter is zo'n heel licht kleurtje. Die je doet op plekken die je zeg maar naar voren wilt laten komen. Ik vind het altijd heel mooi om de binnenkant van mijn ooghoeken. De binnenkant van mijn ooghoeken. Ja, Marloes. De binnenkant van mijn ogen. Om die te highlighten. Dat geeft je altijd een beetje een wakkere blik. En dat vind ik wel heel erg mooi. Verder doe ik het soms ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Ik doe het trouwens, zoals je het ziet, gewoon met mijn vinger. Ik gebruik hier eigenlijk geen kwastje voor. Waarom? Geen idee. En ik vind het ook mooi om een beetje hier te doen. In je cupido boog noem je dat toch? Volgens mij wel. En een klein beetje, zeg maar, bovenop mijn blush. Dus echt hier. Ik heb ook vaak het idee dat je er echt totaal niks van ziet. Maar goed.
Misschien moet ik ook gewoon eens een keer een betere highlighter kopen. Maar goed, je hebt ook van die highlighters die je echt zo bam ziet zitten. Dat vind ik dan ook weer niet mooi. Als je een tip hebt, let me know. Dan is het tijd om mijn wimpers te krullen. Ik krul mijn wimpers echt altijd met een wimperkrultang die weer een vervanging toe is. Ik heb altijd die van de HEMA en om de zoveel tijd wil ik dan even een nieuwe. En ik ga daarna mascara aanbrengen. En dit is mijn favoriete mascara van het moment. De Lashes to Kill mascara van Catrice. En ik heb altijd waterproof mascara. Omdat ik natuurlijk vaak sport, zoals vanavond ook, ga ik sportlessen geven. En dan heb ik geen zin om mijn make-up er eerst af te halen. Deze vind ik tot nu toe de beste mascara die werkt voor mijn wimper. Ik hou niet van die, zeg maar, plastic borsteltjes. Ik hou van borsteltjes met echte haren. En deze blijft nog redelijk goed zitten. Bij mij tijdens het zweten gaat er altijd wel een klein beetje boven mijn ogen zitten. Maar deze doet zijn werk als waterproof mascara best wel heel goed. Ik ga nu mijn wimpers krullen. Dat ziet er een beetje raar uit altijd. Dus kijk even weg als je dat niet wil zien. Wat ik gewoon doe is hem bij de aanzet van mijn wimpers zetten en dan knijpen en even vasthouden. Ook weer geen idee of daar speciale technieken voor zijn. Vast wel, maar ik doe het gewoon zo. Ik haal het een aantal seconden vast en dan klaar. Dan de mascara. Ik blijf het toch altijd wel een truc vinden om dat zonder klontjes aan te brengen. Ik krijg heel snel klontjes. Ik heb ook vrij lange wimpers, vind ik. Dus... ja, ik vind het toch moeilijk, maar meestal lukt het me wel enigszins. Ik doe altijd ook een beetje mijn onderwimpertjes. Niet zo erg, maar een klein beetje. Volgens mij zijn de meningen daar ook over verschillend. Of je dat wel of niet zou moeten doen. Maar ik vind gewoon dat iedereen moet doen waar hij of zij gelukkig van wordt. Heb ik al hele gekke bekken getrokken tijdens het doen van mijn mascara. Nou ja, maakt me ook niet uit, want volgens mij doet iedereen dat. Dan sluit ik altijd af met deze fixing spray van Ethos. En dat vind ik echt super fijn spul. Daardoor blijft echt volgens mij je make-up een beetje langer zitten. Ik doe dan altijd een beetje haar achter mijn oren en ik bescherm het zo een beetje. En dan spray ik een beetje in mijn gezicht. Zo, en dat laat ik dan opdrogen. En dan is dat mijn make-up routine. Ik draag eigenlijk nooit lippenstift. Ja, soms wel. Heel soms. Maar meer niet dan wel. En ik draag vrijwel nooit oogschaduw. Alleen als ik echt een avondje ga stappen of zo, dan wil ik het wel eens opdoen. Of naar een verjaardag ga. Maar echt, dat is echt sporadisch. Meestal is dit het. En soms nog minder. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog als dat zo was. En abonneer je op mijn kanaal. Dat maakt me mega gelukkig. Nogmaals, ik ben geen pro, hè. Dus echt geen idee wat ik net gedaan heb. Ik hoop dat het een beetje oké was. Het is niet mijn doel om nu een YouTube beauty carrière te starten. Ik blijf gewoon lekker bezig met gezond leven. En daarover bloggen en YouTuben. Ik hoop dat je het even goed leuk vindt. Ik zie je heel graag in de volgende video. Doei doei!